donderdag was de officiële handeling van het project Beekherstel Guldenaar. Dit deelproject is onderdeel van het project Het Gulden Land. Het project Het Gulden Land wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Helmond, gemeente Laarbeek en waterschap A en Maas. Ja, meneer Briels, is dit nou een kleine overwinning voor Laarbeek? Nee. Wij denken niet in termen van overwinningen nu. Nee, dat is geen overwinning, maar wel een hele mooie stap. Een hele mooie stap in de samenwerking eigenlijk. Wat ik net ook al zei in de inleiding, tijdens mijn woordje van 5 jaar geleden hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het waterschap en met Helmond. Hè. We hebben gezegd met z'n drieën vinden we deze plek een goede, mooie plek om gaan te ontwikkelen. En wat bedoel ik dan met ontwikkelen? Om daar natuur in aan gaan te brengen en om die Gulden Aa, zoals die heet, om zijn oorspronkelijke, of in ieder geval hier te laten meanderen in dat gebied. En daarmee wordt het natuurlijk een heel mooi uitloopgebied vanuit Helmond, hè, in de richting van Aalrijksel, Laarbeek. En omgekeerd ook, om vanuit Laarbeek, hè, want de kop van dit gebied, de kop van het Gulden Land, bij ons heet dat de kop van Aalrijksel. Ook vanuit dat gebied kun je ook de doorsteek maken en hoor je naar het Helmondse toe. Ja, dat is een hele mooie verbindingsroute straks ook om te bewandelen. Nu bent u hier in de midden begonnen, of het zijn de werkzaamheden in de midden begonnen. Maar dat betekent dat er eigenlijk op die kop van Aalrijksel nog begonnen moet worden. Ja, zeker. Nou, dit is de eerste fase van het totaalproject. Hè. Het Gulden Land behelst meer, maar dit is de eerste fase van concretisering. Dus hier zijn we het eerst echt gewoon met de schop aan het werk gedaan. De tweede fase is het Aalrijksel gedeelte inderdaad. Die aanbesteding moet nog opgestart worden. En dan worden ook daar de werkzaamheden uitgevoerd. Maar alles ligt klaar, dus de planvorming is gereed. Vergunningen aanvraag is ook gedaan. De middelen zijn beschikbaar gesteld. Dus ja, alleen nog de aanbesteding moet natuurlijk op een nette manier gebeuren. De uitvoering, dat is nog even op wachten. Zou het dan straks een mooi stukje natuur opleveren voor de wandelaars? Ja, zeker. Dat is geen twijfel. Maar ja, kijk om je heen, dan zie je eigenlijk al wat hier gebeurd is in zo'n korte tijd. En het zijn nu nog zandvlaktes, hè? Maar kijk hier eens over een maand of twee. Kom hier eens terug en dan zie je al, dan denk je, hoe is dat ooit geweest? Dan herken je het eigenlijk niet meer terug. En mensen kennen in Helmond natuurlijk, wij in Laarbeek zeker, rond het koeienpad. Hè? Als je dat koeienpad overgaat, dan zie je links en rechts zie je al van hoe het nu is geworden. En tegelijk denk je, hoe was het eigenlijk ooit eerder? Ja, toen was het daar nog een rechte, was je recht getrokken. En nu zie je die Gulden Aa zie je hier weer meanderen. Ja, dat is genieten, dat is mooi. Belooft dit iets voor de toekomst? Ja, wat zou ik moeten beloven? Nou, de samenwerking met Helmond, dat doe nou, je ja, op, nee, maar ik beloof wel een mooie toekomst eigenlijk kwijt voor het Gulden Land. Dat ja, er een stukje recreatiegebied bij komt. Zeker. En een beetje een stiltegebied niet, hè, want we willen het wel ontsluiten. Mensen moeten hier wel kunnen recreëren, maar ze hoeven niet aan. Het is extensieve recreatie. Hè. Je moet kunnen de natuur kunnen beleven, want die waarde willen we terugbrengen. Wij willen ook geen, er komen semi-verharde paden zoals dat heet. Hè. Er komt geen asfalt in dat gebied om dat niet. Sommige stukken zul je ook met stevige schoenen of met laarzen zeker een natte periode moeten betreden en niet op een andere manier. Dus we willen het, ja, een goede balans zien te vinden. Dus één, natuurbeleving en toegankelijkheid. Aan de andere kant ook een beetje ja, de natuur tot zijn recht laten komen. En de natuur die vraagt ergens ook om rust. Hè. Dus ja, daar moeten we een goede balans in zien te vinden. En we denken dat het ook gelukt is hier op deze manier. Wanneer kan de Laarbeker gaan genieten van het Gulden Land dat het helemaal klaar is? Helemaal klaar. Ja, wat ik al zeg, dit is het eerste project. Hè. Ja, dit is over een aantal maanden is dit klaar. Hè. Dan gaan we over naar het volgende. We hopen eind van het jaar, begin volgend jaar, daar met de uitvoering te beginnen. Een volgende fase, daar vindt de planvorming en de nadere concretisering vindt dan plaats. Dat is eigenlijk om heel het Gulden Land eigenlijk helemaal ook een pad aan te leggen, zodat je ook met de fiets en ook wandelen helemaal rond het gebied. Dus dat is weer een volgend plan en zo rollen we dat voort. En daar zijn we de komende jaren nog wel zoet mee. Maar ik heb er alle vertrouwen in, ook gezien de samenwerking zoals we die op heden hebben gekend, dat we tot een goed einde weten te brengen. Waar moet die meidoorn struik komen bestaan? Ja, die meidoorn, ja, ik zeg al, vanuit Laarbeek komen we nooit met lege handen. Hè. Dus ook nu niet. Dus ik heb eigenlijk Helmond, voor Helmonds grondgebied, laat ik zo zeggen, meidoorn die ook bij kan dragen aan de biodiversiteit. Hè. We hebben te weinig vlechtheggen eigenlijk en die hebben grote betekenis voor de biodiversiteit. Ik heb de eerste geschonken en laat het de start zijn ook voor, ja, om hier de nodige vlechtheggen aan te brengen, waar dan ook in het gebied. Het is nu een Helmond om die hier een hele mooie plek te geven. Ik vertrouw erop.